Goedemorgen collega's, ik ben er nog even niet, maar jullie kunnen wel alvast aan de slag gaan. Wat vandaag het doel is van de samenkomen is vooral concreter gaan worden in zowel hoe zien die 20 weken eruit als hoe gaan we dat onderwijs nou vormgeven. Na de uitkomsten van sessie 1 hebben we heel veel aan, maar is nog niet heel concreet geworden. Wat daar wel heel erg op past is het high impact learning model van Philip Doshi. Dat kan ons ook gaan helpen om het vormgeven van het onderwijs concreter te maken. Nu is het aan jullie, ik wil vragen om dat zeg maar stuk van hem te lezen. Het zijn een kleine 16 pagina's, bij je snel doorheen. En ik ga jullie een opdracht geven die hierna volgt in het scherm. Die heeft te maken met brainstorm op hoe die 20 weken eruit zien. Je kunt zelf kiezen of je dat high impact learning model voor die brainstorm leest of daarna. Uiteindelijk komen die losse brainstorms op die 20 weken samen. En daar hopelijk kunnen we daar één beeld uit maken waar we hier met z'n allen achter staan. En dan gaan we dat beeld invullen. En dat beeld invullen kan onder andere ook gebeuren vanuit dat heel model. En daar zijn we zelf bij. Dus heel veel succes en tot zo meteen. En dit is de opdracht. Ik vraag jullie, nadat Jeroen de uitwerkingen vanuit sessie 1 met jullie heeft gedeeld, dan heb je in ieder geval een idee wat de ontwerpspecificaties zijn, dan om die 20 weken eens te schetsen in grove tijdseenheden. Dus dat gaat eigenlijk over blokken. Wat gebeurt er nou? Zijn dat 2 blokken van 10 weken? Zijn dat bijvoorbeeld 5 blokken van 2 weken? En daarna 1 lang blok van 10 weken? Hoe zien jullie dat individueel? En geef daarbij, ga ook al brainstormen over die vormen, leerbelevingen, leeractiviteiten. Hoe zie je dat didactisch? Is er een aanbod vraag gestuurd? Werken ze allemaal aan dezelfde soort opdracht? Of zijn er richtlijnen? Wat leveren ze op? Dus waar gaan we op meten? Is het zeg maar ook talentontwikkelend? Dus zitten daar blokjes in van die te maken met talentontwikkeling? Is het flexibel onderwijs? In die zin is het plaats en tijd onafhankelijk? Of zit er ook een zeg maar synchrone bijeenkomsten bij die face-to-face zijn? En is het gepersonaliseerd? Dus is het bijvoorbeeld echt afgestemd op de student die zelf bepaalt hoe ver die daarin gaat? Dat soort elementen schets je uit. Probeer zoveel mogelijk je visueel te doen op een A3-vel of 2 A3-vellen aan elkaar of op zo'n flip-over-vel. Je doet dat individueel. En na die 15 minuten komen jullie samen en deel je dat kort, individueel, hoe je dat ziet. En dan wil ik vragen om te kijken of jullie op het whiteboard in de Fire Room één uitgewerkt geheel kunnen neerzetten. Waarin we in ieder geval samen overeenstemming bereiken over de grove tijdsindeling en wat daarin gebeurt. Nou, als je vooraf het heel document hebt gelezen, dan verwerk je dat natuurlijk in je uitwerkingen. Als je zegt van nee, ik ga eerst gewoon blanco die brainstorm doen en daarna ga ik het heel model lezen, dat is ook goed. Want daar ben je nog niet geprimed en dan kun je het vanuit daar eventueel aanpassen of wat posters erop plakken waar je zegt, hé, daar ga ik meer body mee geven.